In Nieuwstad Veurne renoveert de woonmaatschappij IJzer en Zee 51 sociale huurwoningen met vooral veel aandacht voor een verlaagd energieverbruik voor de sociale huurders. De spouwmuren en daken worden geïsoleerd, koude bruggen worden weggewerkt en overal komt er dubbel glas. We realiseren ook nieuwe centrale verwarmingsketels met hoog rendement. Het zijn condenserende ketels die instaan voor de verwarming en de warmwaterproductie. Ook wordt er in de woning een ventilatiesysteem ingebracht die eigenlijk de lucht mechanisch afvoert die via de raamroosters dan binnenkomt. Het hele project zal 4,4 miljoen euro kosten. De maatschappij krijgt 178.000 euro subsidie van Europa om de huizen uit 1976 tot moderne, energiezuinige woningen om te vormen. We veronderstellen dat na deze ingreep toch een verbetering naar energieverbruik zal zijn van meer dan 50%. Spijker en Schardouw in Kuurne is een sociale woonwijk van 35 jaar oud met 153 huurappartementen. Alle daken werden geïsoleerd. En in de tweede zaak hebben wij dus in samenwerking met de Europese gemeenschap de stookketels vernieuwd. Alle woningen uitrusten met energiezuinige condenserende ketels kosten meer dan 500.000 euro. Europa sprong bij met 129.000 euro. We gaan even op bezoek bij Jérémy de Vrijne. Ik woon hier 31 jaar en het is de eerste keer dat ik teruggekregen heb van de elektriciteitsmaatschappij. Het grote verschil is dat ik vroeger 19.000 calorieën verbruikte en nu nog tussen de 8.000 en de 9.000 calorieën. En dat scheelt dus wel in verbruik bijna 30% goedkoper dat die huurder hier zal stoken in Spijker en Schardouw. Europa investeert ook in energiezuinige renovaties van sociale woonwijken in Gistel, 51.000 euro, Zonnebeke, 160.000 en ten Dompelwaregem, 113.000 euro. Alle informatie over energiezuinig bouwen en renoveren met steun van Europa vind je op westvlaanderen.be/doelstelling2.